De Almeerse hockeyclub speelt momenteel een best-of-three-serie met Hurley met als inzet een plaats in de hoofdklasse volgend seizoen. De eerste wedstrijd in die serie werd woensdagavond gewonnen door Hurley. In Amstelveen was de thuisploeg na shootouts te sterk voor de ploeg van Pasja Gademan. De Almeerders moeten hierdoor zaterdag in eigen huis winnen om een allesbeslissende derde wedstrijd op zondag in Amstelveen af te dwingen. Coach Pasja Gademan van de Almeerse heeft er alle vertrouwen in dat het goed komt. We hebben heel snel de koppen bij elkaar gestoken om te zeggen, oké, wat kunnen we de volgende wedstrijd doen? En volgens mij hebben wij Hurley nog niet echt kennis laten maken met Almere. Dus dat gaan we de aankomende zaterdag wel doen. Ja, na afloop werd die overwinning na de shootouts behoorlijk gevierd daar. Het leek wel alsof ze al gepromoveerd waren. Zijn jullie extra getergd daarom? Ja, nee, dat is verder allemaal aan hen. Wij moeten ons vooral proberen te focussen op onszelf en niet te veel aandacht naar Hurley uit te laten gaan. Ja. De druk ligt nu bij jullie? Ja, zeker. Ja, lag je eigenlijk op voorhand al, hè? Ja. Hoe gaan jullie daarmee om? Ja, zoals we met de druk, het hele seizoen met de druk omgaan. Of zoals we de afgelopen 2 jaar doen. Of de 4 playoff series die we al gehad hebben. We gaan gewoon keihard werken. We weten nu onze conceptuele plannen iets beter toe te passen. En nogmaals, we hebben Hurley echt nog geen schijntje laten voelen van wie we echt zijn. En dat moeten we vooral wel gaan doen. Maar toch, het is een dubbeltje op zijn kant. Het hoofdklassenschap hangt aan een zijden draadje momenteel. Of voel je dat helemaal niet zo? Nee, ik voel dat niet zo. Je hebt gewoon nog een wedstrijd te spelen. En tot het moment dat die wedstrijd gespeeld is, ga ik me daar niet druk over maken. Kijk, ik kan dat doen, maar dan verlies ik energie aan dingen waar ik geen invloed op heb. Op dit moment gaat het om, wat doen we deze wedstrijd? Hoe presenteren we onszelf? Hoe laten we Hurley echt voelen wie we zijn? En hoe laten we onszelf, welk signaal geven we elkaar? Weet je, van hoeveel zit er nog meer in het vat? En volgens mij nog heel veel meer. Ja. Dus dit gaat een hele andere wedstrijd worden? Het gaat een compleet andere wedstrijd worden, ja. In een hele andere entourage, hè? Want er worden extra tribunes gebouwd. Het moet een gekhuisje hier gaan worden. Exact. Ja, exact. In ons stadion. Met ons publiek op de juiste plek daar. Met tribunes ernaast die gebouwd worden op dit moment. Ja, dat wordt wel wat. Dat heb jij geregeld? Nee. Dat hebben we als club gezamenlijk geregeld. Ja. Dus ik ben heel blij. Er zijn wat initiatieven geweest. En we proberen het kosteloos te organiseren. Zodat mensen alsnog gratis naar binnen kunnen. Maar wel vrijwillig eventueel een bijdrage kunnen leveren. Omdat er gewoon een paar individuen zijn die hun nek hebben uitgestoken hiervoor. Ja. Om ervoor te zorgen dat deze club gewoon de volgende stap kan maken. Ja. Opzichten, ja. En dat was coach Pasja Gademan van de Almeerse hockeyclub. Routinier Stijn Jolie, die afgelopen woensdag nog verantwoordelijk was voor de 2-2, zint op revanche tegen Hurley. Ja, wij willen gewoon winnen zaterdag. Dus of ze hem nou via shootouts hadden gepakt of in een reguliere tijd, wij willen hem zaterdag winnen. Ja, je wil hem winnen, je moet hem winnen. En daarom ligt er extra veel druk op deze wedstrijd natuurlijk. Ja, nou, gelukkig hebben we tegen HDM laten zien dat we dat wel kunnen. Dus ik denk dat we met vertrouwen, maar wel met scherpte naar zaterdag toe kunnen leven. Ja. Maar merk je iets van druk? Of hoe gaan jullie daarmee om? Want het is toch een dubbeltje op zijn kant op dit moment. Ja, zeker. Ja, het is do or die. En dat zijn moeilijke wedstrijden en belangrijke wedstrijden. Maar ik denk dat we daar wel klaar voor zijn. Ja. Je wil er niet aan denken misschien momenteel. Maar stel dat je degradeert. Zou dat een ramp zijn voor de club? Sportieve ramp dan, hè? Ergens wel. Dan ga je denk ik ook wel wat jongens kwijtraken. En dan zal het lastig bouwen zijn weer opnieuw. Maar ik wil er inderdaad liever niet aan denken. Ja, nee. Want dan volgt er hoogstwaarschijnlijk een grote leegloop. Want iedereen wil natuurlijk hoofdklasse. Dus ze hebben daar geproefd. Die jongens, ook die internationals zijn geworden, die willen gewoon lekker op het hoogste niveau blijven spelen. Kijk. Hè. En de jongens die in het Nederlands team zitten, begrijp ik dat inderdaad hartstikke goed. Ik weet niet of er al heel veel meer weg hoeft. Ik denk ook in die nieuwe promotieklasse dat je nog belangrijk genoeg kan worden en genoeg kan leren om goed te worden. Dus ik denk niet dat er een hele grote leegloop zal plaatsvinden, hoor. En jij, ongeacht de afloop van deze play-out? Ik blijf. Sowieso? Sowieso. De cruciale thuiswedstrijd tegen Hurley, die dus gewonnen moet worden, begint zaterdagmiddag om 3 uur in Almere.